Nou, de interview die zit erop. Al een hele tijd. Nou ja, een hele tijd mag ik niet liegen. Ongeveer nu een kwartiertje. Ja. Want nu bezoeken is ze. Kijk, dat is Jamie. Kom dan. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben Karin en mijn man, dat is Roderick. Ja, dat zijn wij. Helemaal goed. Het is vandaag zondag 18 april 2021. En het is nu 10:30 geweest. Ik ben al even een tijdje wakker. Vandaag komt Jamie Blom om mij te interviewen. Dus ik zou zeggen, check ook even haar kanaal. En hij komt sowieso een paar keer in die i'tje voor. Sowieso helemaal top. En ook hieronder in de beschrijving. Wat ik gisteren ook al zei met mijn afsluiting. Maar voor de rest, ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, wat valt jullie op? Ja, laat jullie het even zien. Even zien. Wat valt jullie weer op? Op. Nou, ik zal het zeggen. Deze stond daar en die bank die stond hier. En dan stond de lamp. Ja, ik heb eventjes opgeruimd. Hi, Speedy. Hi, kerel. Hoe gaat het met jou? Ja, je hebt een beetje kale... Nee, we gaan niet op het bureau. Nee, niet op het bureau. Vriend. Nee, daar ben ik niet zo blij mee. Nee, Speedo. Nee. Speedy, nee, we gaan lief doen. We gaan lief doen. Ik heb, kijk, dat is lief. Kijk, inderdaad, allemaal aan weerskanten kale plekjes. Kijk, daar ook een beetje. Oeh, ja. Ga je zo mee plasje poepen doen dan? Ga je zo mee plasje poepen doen? Lady, ga je zo mee plasje poepen doen zo? Lady, ga je zo mee naar buiten? Oh, kijk dan. Dit is toch cute. Hé, lady, ga je zo mee plasje poepen doen dan? Of niet? Ja, wel hè. Dan kan ik ook de baas weer bellen. Ja, dan gaan we even een blokje doen. Hé. Hey. Ja? Hé, Speedo? En hier hebben we Draki, hè? Ja, Messi. Hartstikke idee. Hij schatje. Ben je helemaal aan het doen. En die ligt erbij. Yep. Ja, sta nu lekker even op bijna balkon. Ik ga lekker even op het balkon staan. Ik ga even kijken of mijn bezoek al aankomt. Waar ik het al over heb gehad met jullie. Ja, spannend. Spannie. Maar ja, we gaan het afwachten. Ik weet niet even welke kant ze afkomt. Ik heb geen idee. Het is nu bijna 12 uur. Ze gaan het lekker meemaken. Ja, en ik vind het toch wel een beetje spannend. Kijk, Roderick is er ook. De twee dames die zijn er. Helemaal geweldig aan mijn top. We gaan het gewoon afwachten. En ik kan me wel gaan druk gaan maken, maar dat werkt toch niet. Nee, dat werkt gewoon niet. Mezelf druk maken. Dus ja, ik hou jullie gewoon op de hoogte wanneer ze er is, et cetera, et cetera. Dus check het. Honden? Nee, qua winkels. En... Jawel. Nou, de interview die zit erop. Al een hele tijd. Nou ja, een hele tijd mag ik niet liegen. Ongeveer nu een kwartiertje. Ja. Want nu bezoeken is ze. Kijk, dat is Jamie. Dus wat ik dus al zei, haar link die komt sowieso onder in mijn beschrijving. En ook in het i'tje, alles handig. Ja. Yeah. En nou ligt los, die lekker erbij. Lekker aan het knuffelen. Ja, precies. Hey, lekker in. Ja. En deze is ook gek aan het doen. Hi. Nee, goed. En ik heb de hond bij hier aan. En dan gaan we weer vanaf. Top. Yo, het is alweer 6:15 in de avond. De tijd vliegt voorbij. Zoals je wel merkt, want het was gewoon even... Jamie is hier ongeveer 2 uurtjes geweest. Het was super gezellig. Lekker even ook gewoon even normaal gekletst zonder camera erbij.
Dus ik hoop gewoon dat ze het goed maakt. Maar ik denk het wel, want ik heb al eventjes een serie van haar gekeken. Ik moet even nog de andere series kijken. En dan zal ik ook haar playlist ook gewoon maken. Vind ik leuk. Zodat jullie ook wat sneller bij haar op en op de kanaal kunnen komen. Ook altijd handig. Ja. En mijn telefoon die zit nu even in de oplader. Zometeen ga ik even Lady even uitlaten. En dan ga ik ook even Robbie bellen, want die is thuis. Misschien dat hij hier even wil eten of misschien dat hij thuis wil eten. Dat weet ik niet. Dat laat ik aan hem over. Maar dan zien jullie mij zometeen sowieso straks weer terug. Of met Lady of dat ik weer thuis ben. Ja, dus. Zo, mijn jas pakken. Ja. Eventjes ook gelijk voor mijn moeder, dan stuur ik deze op. Kijk, we hebben deze. Daarmee haal ik hem omhoog en deze laat ik gewoon zitten. En zo doe ik. Ik pak deze alvast. Dan doe ik dit naar binnen. En dan pak ik deze. En dan moet ik ook inderdaad eventjes mijn buik inhouden. Dan laat ik die los. Kijk. En ik heb hem dicht. Zo doe ik dat dus. Ja, helemaal geweldig. En dan doe ik hem lekker helemaal dicht. Nou, dan heb ik hem hier dus. Ja, dan kan ik hem ook omhoog. Maar daar kom ik niet aan. Nee. Precies. En dan heb ik altijd mijn sleutels. Mijn huissleutels. Pak ik van het haakje af. En die doe ik hierin. Ja, yeah, top. Yes. Kom dan. Goed zo. Ja. Je bent een lekkere bolle, weet je dat? Ja. Nou, hè? Ben je maar goed vriendin? Jij? Je bent mijn grote vriendin, hè? Ja. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een belletje achter, dan blijf jij namelijk op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dan zou ik het namelijk super tof vinden. Super leuk. Ja, zeker. De hypotheken, zouden we maar zeggen. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.